Op de Coolsingel in Rotterdam worden 77 nieuwe bomen geplant. Het is een volgende stap in de herontwikkeling die in 2021 klaar moet zijn. Aan wethouder Bert Wijmenga de eer om de eerste boom te planten. Het is voor mij een hele bijzondere ervaring. Ik heb wel eens een boom geplant, maar gewoon in een eigen tuin. Maar dit is echt wel speciaal werk met zo'n kraan, met een joystick. Bijzonder om mee te maken. Dit wordt straks een nog mooiere plek van Rotterdam. Het wordt een plek waar ik verwacht dat heel veel mensen graag zullen gaan wandelen, zullen verblijven, wat kunnen genieten van een drankje. Maar het wordt ook een plek die voor Rotterdammers herkend zal worden als nog groener, met meer bomen en wat meer plaatsen met gras. Nou, bomen maken de stad vrolijker, rijker, gezonder. En we merken uit alle gesprekken met Rotterdammers dat het meer groen maken van de stad een brede wens is. En waar kun je dat dan beter laten zien dan aan onze belangrijkste doorgaande straat, de Coolsingel.